Dit beeld ziet er een beetje gek uit en dat is ook de bedoeling. Het is een mengsel van twee beelden, waarvan dit er één is en dan ook nog een piranha daaraan toegevoegd is. Ik open even al deze afbeelding en ik ga verder naar de Piranha Alien Cases Allround. Van de oefenbestanden moet te vinden zijn. Zo, ik ga die ook openen. Oké. Er is wat protest betreffende het kleurbeheer, maar dat zien we straks al wat we daarmee doen. Ik ga dit beeld verslepen met verplaatsgereedschap en shift ingedrukt. Klik ik en ik sleep naar de kop van het beeld waarin ik het wil hebben en ik laat omzetten. En profielen moeten overeenkomen, dus er moet omgezet worden. Dat is oké. En de werkruimte mag gerust Adobe RGB worden. Zo, ik vergroot even. Ik heb nu de twee beelden samen en ik kan ze beginnen mengen. Eerst, zoals dikwijls het geval is, ongeveer altijd eigenlijk, ga ik moeten transformeren. Dus ik zit nu in de laag van de vis en ik ga die command T transformeren. Rechterklik, horizontaal omdraaien. Flip horizontal mocht je Engelse versie hebben. Dan plaats ik die al een beetje in de juiste richting. Kan ik die ook al wat draaien. En ga ik die al beginnen half doorlaatbaar op 50% dekking zetten. Om wat beter te zien wat ik moet doen met die grootte en die plaatsing. Oké, ik ga nog een beetje verkleinen. Ik druk shift in om de verhoudingen te houden. En nu is het een beetje schatten en proberen om de kop van de chameleon eigenlijk te gaan vervangen door het stuk van de vis. En ik ga iets zoals dit proberen. Mogelijk moet ik straks nog een klein beetje bij transformeren. Zo, ik zet de dekking eventjes terug vol. En ik ga proberen om te gaan selecteren met onderwerp selecteren om die vis daaruit te halen. Dat lukt vrij goed, behalve dit hier, maar dat is niet zo erg. En ik ga nu gaan maskeren bij de vis. Ik klik op maskericoontje met de selectie actief, waardoor een groot stuk er eigenlijk al behoorlijk goed uitziet. Wat inzoomen. Nu ga ik nog wat verder schilderen in het masker met een penseel met zwart in dit geval om te gaan mengen. Ik kan de dekking wat verminderen om overvloeizone wat subtiel te krijgen. Uiteraard mag het oog er niet in komen. En dan gaan we ook even weer verdonkeren. Dus we gaan dikwijls verklikken tussen wit en zwart met de X-toets om te gaan maskeren. Ik ga dit nog een beetje aanpassen. En dit is wat moeilijk omdat het de boord van mijn beeld was. Maar ik ga dat een beetje zachtweg manueel gaan begrenzen. Zo. Dit plekje wil ik eventjes onzichtbaar maken.
Dat daar nog een klein stukje chameleon aanwezig was. Op die manier valt het niet zo op. Nu, onderaan heb ik nog een probleempje en ik ga het proberen oplossen door straks stukjes te gaan overzetten van die soort schubben en uitsteeksels, en bovenaan is dat ook zo. En daarvoor dupliceer ik het geheel met Shift-Alt-Command-E om daarin te gaan retoucheren. Ik gebruik mijn verplaatsen met behoud van inhoudgereedschap en ik zet de modus op extensie, waardoor iets zich gaat verdubbelen. Ik ga daarmee even proberen of dit zou lukken. Kan het nog wat vervormen en misschien had ik een grotere partij moeten nemen, maar dat zien we straks. Ik ga eens proberen, druk enter, dat valt nog tamelijk mee. Onderaan ga ik ook iets in die zin proberen. Ik versleep naar hier. Ik ga een beetje draaien uiteraard. En iets wat verkleinen. Fine-tunen waar het moet staan. Druk enter en we gaan zien. En dit lijkt mij ook wel behoorlijk. Zo. Hierbij houd ik het. Dit is de vereniging van die twee beelden, waardoor je een vrij herkennieuwe diersoort krijgt. En op die manier kan je allerhande zaken gaan proberen. Zo, tot een volgende demo.